Hoe zit dat opname delen? Die, Ja, dat is al laat. Heb ik al gedaan. Ja. Dat is alles goed. Ja? Ja, nee, ik bedoel met schermen moet ik maar delen. Ja. Bij More, denk ik. Zet deze helft omhoog dan groot. Maak hem eens groot, ja. En dan ja, op zich kijk. Nou, het zou geen BNL webinar zijn zonder dat we vanwege technische... Inderdaad, inderdaad. Nee, we zijn er gewoon even opstarten. Nou. Ik zie inderdaad dat de beeldkwaliteit een beetje matig is. Weet jij waar dat door zou kunnen komen? Welke laptop is dit nu? Nee, maar dat is onze video. De video eigenlijk. Nee, we gebruiken eigenlijk dezelfde camera die we hier altijd voor gebruiken. Hopelijk is de presentatie wel goed zichtbaar. Kan je dat zien daar, David? Nog niet. Oh, nog niet? Oké. Okay. Ik zie hem daar in ieder geval op het scherm. Zie ik hem redelijk goed in beeld. Als de presentatie ook heel wazig is, laat het dan wel even weten. Op het moment, David die gaat zo meekijken. Nou, het gaat toch niet om ons. Het gaat om de presentatie zelf. Hè? Daarom. We zien er natuurlijk heel mooi uit. Maar niet allemaal. Nee, is goed jongens. We gaan beginnen. 3 minuten over tijd. Laten we beginnen. IDS 7 serie ANPR. Hè? Dat is ook de titel van het webinar. We gaan het over ANPR hebben. Ramon, als jij hem doorklikt. Ja. Want ANPR, kentekenplaatherkenning natuurlijk. Wat is het nou precies? Plus wat andere dingen die we toch graag willen bespreken. Omdat, normaal gesproken geeft David veel trainingen. Ook hier op kantoor over ANPR. Ja, het is nu niet echt meer helemaal mogelijk. Dus het is denk ik wel een goed idee. Of dachten wij een goed idee. Om wat meer de diepte in te gaan met het ANPR verhaal. Ja. We hebben eerder in het jaar een ander webinar gedaan. Meer oppervlakkig, denk ik. Ja. Wat meer Hicks-Central ook, daar zat Ramon ook bij. Klopt. En nu willen we toch die projecteringseisen, die configuratie, daar gaan we nu wat meer over vertellen dan in dit webinar. Je moet hem heel even omdraaien. Deze. Oh, hij staat natuurlijk op... Ja. Zo. Helemaal goed. Ja? Als je hem doorklikt dan. Oké. Okay. Nou, wat is ANPR? Ik hoop dat de meesten die vandaag kijken, die hebben daar als het goed is al een beetje een beeld bij. Hè? Dus Automatic Number Plate Recognition, leuk in het Engels, oftewel gewoon kentekenplaatherkenning. Bij Hikvision zit dat natuurlijk altijd in de camera verwerkt. En dus je bent het gewend van ons, de intelligentie zit in de camera zelf, is voor ANPR niet anders. Hè? Klopt, intelligentie zit in de camera, maar je kan dus met behulp van een recorder, of met behulp van achterliggende software, kan je er wel mee werken. Dan kan je nog steeds... andere dingen erbij betrekken, maar de intelligentie zelf, de ANPR, intelligentie zit in de camera. Ja, welke NPR het dan zijn, daar gaan we zo ook even terugkomen, dus don't worry about that. Nou, wat betekent het? Het betekent dat die ANPR-camera, die kan kentekens zien en vergelijken met een interne database. Dus dan kan je een allowed list en een blocked list kan je opzetten. Goed, dat gaan we dadelijk allemaal zien, als we wat meer die diepte ingaan. We willen even beginnen met, voordat we gaan configureren, moeten we natuurlijk wel zeker weten dat dit camera goed is geïnstalleerd, dat die goed is ingesteld. Dus als jij op verkeerde plek op de verkeerde manier ophangt, dan ga je een probleem hebben. Dus we zien dat hier op die slides al, dus je moet goed letten op de richting en de snelheid van het voertuig. Dat is ook belangrijk, dat je niet de voertuigen te snel wil pakken, want dat kan die camera misschien niet aan. Ik denk dat ik zo goed zeg. Nou, als je wel gewoon goed over dit soort zaken nadenkt, op het moment dat je hem gaat installeren, ja. Dan... is het resultaat altijd goed. Daarom, een auto die in 1 seconde voorbij het beeld of door het beeld flitst, dan gaat hij waarschijnlijk geen goede kentekens uit kunnen pakken. Dus zorg ervoor altijd dat je een beetje aanlooptijd hebt voor dat voertuig. Positie van de kentekenplaat natuurlijk, en ook daar gaan we dadelijk over in, van hoe moet die dan precies in het beeld komen. Maar het is denk ik redelijk logisch van zorg ervoor dat die recht in beeld is en niet scheef, hangend of wat dan ook, zo recht mogelijk voor de beste resultaten. Reflectie en tegenlicht. Hè, op het moment dat je van IR gebruik gaat maken, zorg ervoor dat het niet compleet overbelicht is door een stroom van IR, waardoor je eigenlijk de camera ook dicht slaat en niks meer ziet. Met tegenlicht precies hetzelfde, met poplampen die in het beeld komen. En de stabiliteit van de constructie. Nou, als jouw beeld heel hard staat te trillen omdat de constructie niet helemaal stabiel is, dat gaat niet het beste resultaat opleveren. Zijn de plaatjes ook verschoven en heb je alsnog een kenteken niet. Inderdaad. Ja. Ja. Dus het is misschien van, als je er even over nadenkt, is het allemaal best logisch. Maar we willen het toch meegeven, omdat het is iets wat niet altijd goed gaat. Dus houd het altijd in het achterhoofd op het moment dat je met een ANPR-camera bezig gaat. Ja. Dan ga jij ons, geloof ik, wat meer vertellen over die hoek en hoe dat zit met dag en nacht en alles. Klopt. En dit is niet eens zo specifiek over deze nieuwe camera, de IDS-serie, waar we het zo direct ook verder over gaan hebben. Deze checklist is meer generiek. Geldt eigenlijk ook voor elke andere kentekencamera die je gaat gebruiken. In ieder geval is dus de hoek van de camera, daar komen we zo direct ook nog op terug hoor.
is gewoon heel erg belangrijk dat je wel recht de kentekens in beeld hebt. En wat wij kunnen eventueel is dus overdag ook gewoon een kleurenplaatje eruit halen. En we zullen zo direct ook uitleggen hoe dat komt. In ieder geval staat buiten kijf is dat wij gebruiken de Darkfighter technologie, dus een hele lichtgevoelige camera. Dat is bij ons zeg maar in ieder geval heel belangrijk, zodat we overdag ook nog gewoon de kentekens eruit kunnen halen en zelfs met hoge snelheden. Ja, absoluut. Het aantal pixels van de kentekenplaat moet natuurlijk goed in beeld komen. En wat we over het algemeen zien, dat als het niet goed gaat in de avondsituatie, dat dan juist vaak te veel infrarood licht bij wordt gezet in plaats van te weinig. En als je weet hoe je dat doet, zeg maar, dat inregelen van het infrarood en op welke plaats, dan kan je altijd zorgen dat er genoeg verlichting is. En niet te veel. Dat is die overbelichting eigenlijk waar we het net over hadden natuurlijk. Let daar goed op. Ja. Te veel is ook niet goed. Goed, gaan we naar de hoeken van de camera ten opzichte van het rijvlak waar de auto's en voertuigen rijden. Zorg ervoor dat in ieder geval de hoek niet groter wordt dan 30 graden. Dus 30 graden ten opzichte van waar de paal staat. Vaak kun je niet een paal hebben die direct naast de weg ligt. Dus je hebt altijd een kleine hoek. Ja. Maar zorg er in ieder geval voor dat die niet te groot wordt. Dus dat je heel schuin op de kentekens kijkt. De hoogte is ook van belang. 1,5 meter, ideale hoogte. Kijk je namelijk altijd wel ietsjes naar beneden toe. Maar wil niet zeggen dat dat de maximale hoogte is. Je kan namelijk ook nog wat hoger zitten. Als je maar zorgt dat die hoek ook niet te stijl wordt naar beneden toe. Zoals je hier op een plaatje ook ziet, misschien is dit een metertje of 2 of 3. Maar we kunnen ook naar grotere afstanden gaan. Ja. We hebben namelijk meerdere camera's. Waarbij je dus gewoon altijd de juiste camera kan kiezen. Voor het juiste, voor hetgeen hoe je het wil gaan gebruiken. In ieder geval als je op het moment dat je aankomt rijden, in dit geval is dan met een slagboominstallatie, probeer zo recht mogelijk dat die auto's en voertuigen aankomen rijden, dan heb je altijd het kenteken recht in beeld. Dus het traject naar het kenteken toe, zorg ervoor dat het recht zo recht mogelijk is. Ook het voertuig zelf kunnen we gewoon beter analyseren. Dus ook op basis van kleur, op basis van de rest van alle specificaties van een voertuig. En we gaan zo direct ook zien dat dit niet zomaar een LPR-camera is. Dit is een hele bijzondere. Omdat we namelijk veel meer features kunnen beetpakken van het voertuig wat eraan komt. Ja. Nee, helemaal gelijk. Zoals we dat bij ons hebben gedaan in Hoofddorp. Je ziet hier een klein stukje van ons pad. De oprit is ongeveer 1,03 meter. En juist als je dus aankomt rijden, kom je altijd recht op de camera afgereden met een kleine hoek. En kunnen we altijd al zien, oké, wat voor type voertuig is het? Wat is de kleur? Daar komen we zo direct nog op. Maar in ieder geval voldoende tijd om te analyseren. Ja, ja, ik denk dat het punt ook voornamelijk is hè, wij hebben natuurlijk die 3 meter oprit al van de trottoir. Dus dat is onze muscle al. Maar daarvoor hebben we er nog erbij extra gekozen om onze oprit iets te verlengen. Hè. Dus je ziet dat die camera op het linkerplaatje, die staat ongeveer zo'n 2 meter van het hek staat die af. Om eigenlijk dus nog beter te kunnen krijgen, dus dat een auto daar recht voor die camera komt te staan. Met als bijkomend voordeel, dat als een auto, wij komen eigenlijk altijd vanaf de, ja, hoe moet je dat zeggen, vanaf de ene kant, vanaf de linkerkant komen af. Ja. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je vanaf de andere kant komt. En als dan die oprit te kort is, dan rijdt jouw auto, dan staat die auto te schuin, zeg maar, voor de locatie. Ja, dus we moeten altijd inderdaad zorgen dat het kenteken gewoon recht in het beeld komt. Ja. Dat zien we ook op de volgende pagina. Deze pagina laat zien dat als je de camera een beetje schuin monteert, dan komt het kenteken aan zich er ook schuin in. Dus maximaal ongeveer rond de 5 graden, wat het mag afwijken zeg maar, van de rechte lijn ten opzichte van het beeld. Ja. En dan kunnen we dus het beste de karakters van de kenteken eruit halen. Ja. Dus ook met meerdere landcodes, want we gaan dus niet alleen maar karakter lezen, maar we kunnen dus ook gaan kijken wat voor landcodes hangen daar aan vast. Nee, ik denk, hè, dus het plaatje is gewoon een goed voorbeeld. Dus David die aankomt rijden, de camera op verschillende manieren even neergezet, zodat je een ander plaatje eruit krijgt. Aan de linkerkant zie je dus, ja, zo wil je het liever niet hebben. Nee, zo het is gewoon te schuin. Ja. Het wil niet zeggen dat er helemaal niets uitkomt. Maar het kan zijn dat hij misschien een karakter net wat verkeerd leest. Maar we proberen altijd zo ideaal mogelijk
de camera te positioneren. Want dan heb je wel de beste resultaten. Ja, je moet natuurlijk ook van denken van, ja, dit is een ideale situatie al qua... het is dag, het is veel licht, er zijn weinig auto's, er is weinig afleiding voor het in beeld. Ja. Dus dan zou je met schuin nog best wel een goed resultaat kunnen geven. Maar ja, dan wordt het op een gegeven moment donker, wordt het slecht weer, rijden auto's niet zoals jij denkt dat ze rijden. Ja, en dan inderdaad is zo'n tilt gaat afwijken. Dus dan wordt een 0 een 1 en een O en een I wordt een 1. En... Ja, dan kreeg je dat. Ja, duidelijk. Goed, wat we hier zien is, misschien kun je dat beter uitleggen. Ik denk dat je hebt je auto hier staan. Nou ja, kijk, we hebben net bij die tilt, in die presentatie waar we net die tilt bespraken, dus eentje hiervoor, hebben we ook gezegd, de pixels qua breedte van de kentekenplaat, zeggen we het liefst 130 pixels, 160 pixels, dus ergens daartussen. En dat is natuurlijk heel abstract, ja, van hoe ga je nou pixels tellen? Nou, daar hebben we dus een tool voor in de camera. Pixel counter, dat zie je in steeds meer camera's hier er terugkomen. En dat is gewoon een knopje daar, wat je daar in het livebeeld hebt, in de browser. Klik je op, kan je een venstertje trekken op het object wat je wil meten. Dus in dit geval natuurlijk logisch de kentekenplaat. En dan komt een bepaalde waarde uit. En ja, het is misschien lastig te zien, maar ik heb heel veel uitsneden gemaakt eronder. Dus je ziet daar 168 pixels breed. En dat is de waarde waar je naar moet zoeken. Dus in dit geval is het eigenlijk is prima. Okay, dus eigenlijk op de plaats waar je het kenteken altijd wil lezen. Want ja. Je weet van tevoren waar je het beste de kentekens kan lezen. Ja. Daar zet je even een auto neer. Je checkt even of dat aantal pixels klopt. Ja. Met hetgene wat je minimaal nodig hebt. Ja, exact. Okay. Super, leuk. Ja, nee, perfect. Oh, voorheen moesten we dat allemaal doen in Paint en moesten we pixels gaan meten. Ja, ja. En dat was niet heel makkelijk. Nee, dit is gewoon een stuk handiger. Okay, de IDS7-serie. Dus dit is een bijzondere camera ten opzichte van gewoon een LPR-camera die dus de kentekens leest. Ja. Kreeg af en toe ook vragen... maar als we nou een kartonnetje schrijven, dan kunnen wij ook het kenteken lezen. Ja, kunnen wij hem ook lezen, klopt inderdaad. Sommige fabrikanten kiezen ervoor om een hele snelle sluitertijd te maken, waardoor het beeld altijd zwart is. Ja, dan kaast alleen maar de kentekenplaten erop. Maar dan alsnog kan je een kentekenplaat bestellen met een nummertje erop, wie je zelf wil. Kan je hem ook gewoon voorhouden op zich. Dan lees je alsnog het kenteken. Dus wat we nu weer één stap verder gaan, we gaan echt analyseren. En we gaan kijken van, staat er ook echt een voertuig bij? En dat kun je hier dus weer terugvinden. Die hoge cybersecurity, de objectclassificatie. Dus dat is een heel groot pluspunt van deze camera. Is dat we het object kunnen klassificeren. Ja. En wat dat allemaal is, dat komen we zo direct weer verder op terug. Ja. Wat we hier zien is de camera, de IDS 7-serie. Die hebben er een tweetal hebben we ook in een catalogus staan. Die hebben wij als eerste op 1 oktober gereleased. Die core catalogus of kern catalogus. Ja. Daar zijn een hele bijzondere aspecten die we daarin kunnen vinden in die core catalogus. Onder andere een grotere warranty. Dus een langere Het is inderdaad... warranty op de producten, maar daar komen we zo direct op terug. Ja, inderdaad, je loopt een klein beetje vooruit. Een beetje vooruit. Want wat de productmodellen die we dus hebben, die ANPR kunnen doen. Dus we hebben verschillende modellen en daarvan zijn ze dan een bepaald model hebben we op voorraad, sowieso. Klopt. Kunnen we garanderen. Ja, altijd zijn meer in hoofd erop. Ja, precies. En in deze core catalogus, daar staan dus een tweetal in. Hebben we van 2,8 tot 8 mm en van 8 tot 32 mm. En dat geeft aan... De 2,8 tot 12, dat is meer vanaf een grote hoek gezien tot een klein beetje inzoomen. Dus we pakken een beet van 2 meter tot een metertje of 10. En de andere, de 8 tot 32 mm, dat is meer van ongeveer vanaf een metertje of 4, 5 tot 35 meter, zoiets ongeveer. Ja. Die inzetten. Ja, dus we hebben ook gezien, hè, dit model, dat is het model wat gewoon het meest populair, wat het meest gebruikt wordt. Dus dat is het model, dus degene die hier in rood daar staat, dat is het model waar we op ons... Ja, waar we voorraad van hebben, die in de catalogus staat. In die twee varianten dan. Ja. Ja, het is leuk natuurlijk om erbij te vermelden van die Y op het einde. Ja, dat geeft aan, als het goed is, het is ook in vorige webinars teruggekomen. Maar dat is dus dat er een anti-corrosion, dus een LVS laagje op zit. NEMA 4X is dat? NEMA 4X. NEMA 4X, ja. NEMA 4X. Ja, dus ook voor buiten toepassingen heel geschikt. Voor degene die het ook nog leuk vinden, we hebben ook nog een variant met Wiegand. En we kunnen dus ook dezelfde camera leveren met een Wiegand output. En daar kun je bijvoorbeeld dat in een toegangscontrolesysteem kan je dat gaan opnemen.
een soort als een Paxton of een Salto. Of, er zijn al andere systemen die met de SHA-1 encryptie werken. Kunnen wij dus via de Wigand kunnen wij dus dat aansturen naar een toegang controle systeem. En die kunnen daar binnen hun software daar weer zeg maar, de kentekens in invullen. En we hebben hem nog niet als een standaard artikel, als deze nieuwe camera. Maar hij is bestelbaar, dus we kunnen hem leveren. Alleen hebben we nog niet een generiek artikelnummer op voorraad. Maar het is dus te leveren. Het is beschikbaar. Het is beschikbaar. Ja, het is net wat jij zei, Ramon. Hè? Dus die 2MP-versie die we daar zagen, die is opgenomen in die kerncatalogus. Die kerncatalogus hebben we het eerder ook al een keer gehad in een thermisch webinar, volgens mij met Rolf, toen we zaten. Ja. Ja, dus, en we willen die voordelen nog even een keer terughalen. Want dat is ook van toepassing op bepaalde producten in die IDS 7-serie, waaronder die ANPR-camera die we net zagen. Ja, we beginnen eigenlijk bij dat eerste punt. En dat is meteen een hele mooie, denk ik. Ja, als eerste in de industrie hebben we op 1 oktober gezegd van we gaan alle producten in deze kerncatalogus standaard 5 jaar garantie geven. Ja, geweldig toch? Ja, het spreekt gewoon vertrouwen uit. Hè. Wij hebben het vertrouwen in onze eigen producten en we hopen ook dat jullie dat hebben. Uiteindelijk is het ook een voordeel voor jullie. Want die producten die in die kerncatalogus staan, daar krijg je ook nog eens advanced replacement voor. Dus mocht er nou toch wat verkeerd gaan, hè, kan altijd gebeuren, dan kan je meteen vervangen. Dus jij hebt er geen last van, jouw klant heeft er geen last van. Het is een stukje extra dienstverlening dat wij jou aanbieden richting jouw klanten toe. Ja, dat is zeker met een APR-camera. Dan wil je natuurlijk niet dat je daar 2 weken op moet wachten voordat er iets gebeurt. Klopt. Maar dan wil je er gewoon de volgende dag wil je daar een vervanging voor hebben. Ja. Ja. Ja, 1 keer terug naar de klant. Ja. 1 keer terug naar de klant inderdaad. En dat kunnen we dus garanderen doordat we zeggen van die producten die in die kerncatalogus staan, die zijn van altijd op voorraad. Altijd. Of nou bij een distributeur is, of in Hoofddorp hier zelf, in het warenhuis dat we hebben. Het is er altijd. En natuurlijk zijn er bepaalde certificeringen, dus kwaliteit achter, dit is ondersteuning voor aangepaste functies. We hebben nou eenmaal een grote R&D workforce, maar ook die lokale ondersteuning is denk ik heel handig. En daarvoor hebben we personen als Ramon hier zitten, maar ook als Dave hier zitten, of dan op salesgebied of op technisch gebied is. Ondersteuning gebeurt altijd lokaal vanuit het team. Ja. En dus we willen dat even nog een keertje aanstippen voor als het nog niet algemeen bekend is. Die kernproductcatalogus, je kan hem opvragen bijvoorbeeld bij een vertegenwoordiger als Ramon. Die kan je meer uitleggen over die voordelen, over de producten die erin zitten. Maar het is zeker iets waar je op zou moeten focussen als system integrator of installateur zijn. Goed, wat we hier zien, zijn ook functionaliteiten die in die IDS-camera zitten. En deze functionaliteiten die je bovenaan ziet, bijvoorbeeld de videokwaliteitsdiagnose, dat zagen we nog niet eerder terug in een andere LPR-camera. Nee. Voorheen zat er bijvoorbeeld wel in dat als je nou een video los hebt, dat we dan zeg maar achterliggend, dat we daar een melding van kunnen krijgen. Maar nu zijn er dus andere functionaliteiten. En zoals bijvoorbeeld als het beeld blurry wordt, dus niet meer scherp staat. En dan kan je daar zeg maar een event van krijgen. Mm-hmm. En zo zijn er dus behoorlijk aantal meldingen die je kan krijgen vanuit de camera. Dus niet alleen maar als er een video los is. Dan zit er nou ook nog een G-sensor zit in de camera, waardoor we ook vibraties kunnen meten in de camera. Dus mocht iemand bijvoorbeeld of er tegenaan rijden of er een klap tegen aangeven, dan kan je daar ook een alarm van krijgen. Dus dat is ook wel een hele leuke nieuwe feature die we erbij hebben. Ja, en het slaat denk ik ook goed terug op een van die eerste slides die we hadden natuurlijk, waar we zeggen van de stabiliteit van de constructie, die moet goed zijn. Want anders heb je weinig aan zo'n vibratiefunctie, want als die altijd al staat te trillen, dan ga je er ook geen alarm op. Dan zou ik daar geen alarm op triggeren. Nee. Goed, dan nog meer functionaliteiten van de IDS 7-serie. Op zich is dat niet specifiek voor een LPR-camera. Want we hebben namelijk ook de gewone IDS 7-serie camera, zonder dat daar de LPR-functie in zit. Ja. Maar de functionaliteiten, als het gaat om security bijvoorbeeld, dat er een extra security chip in zit om de hele beveiliging van de camera te regelen. Bijvoorbeeld die linksboven staat, de TLS 1.2. En dat je met certificaten gaat werken om eerst aan te melden op een bepaald netwerk. Ja, dat zijn functionaliteiten, dat maakt het in de industrie voor high-end projecten heel fijn dat je daar kan inzetten. Ja. De stream-encryptie die je kan gebruiken, totale focus, de hele industrie gaat meer focus op cybersecurity. Het zijn eigenlijk allemaal kleine pc's die je plaatst, zorgen dat het veilig is. En dit is dan weer een uitgebreidere variant, zodat we meer functionaliteiten kunnen gebruiken, ook in de high-end business.
Ja, en we zitten natuurlijk, we zijn bekend met de fysieke beveiliging, maar zeker de digitale beveiliging is net zo belangrijk en we steeds meer naar een wereld gaan waar alles IP is, alles gaat over internet, alles is verbonden. Dus dit is gewoon heel erg belangrijk, zeker op het moment dat je dat hogere segment hebt. Ja, we noemen dat met een heel mooi woord, we noemen dat security by design. Security by design, inderdaad. Ja. Dat vind ik inderdaad. Er wordt vanaf het eerste concept van het product wordt eraan gedacht, maar dat is het inderdaad wel. Goed, dan gaan we nu naar de camera-configuratie. Dus we gaan nu echt door de camera heen lopen hoe je bepaalde zaken instelt. Ja. En begin bij de exposure time. Dat is dus de shutter-snelheid. Dus hoe snel maakt de camera foto's van het voertuig wat ze aankomt rijden. En dus het video is normaal gesproken 25, 30 beelden per seconde. Maar hoeveel plaatjes per seconde wil je nou uiteindelijk schieten? Je ziet aan de rechterkant het verschil wat nou eigenlijk die bewegingsontscherpte is. En die zwarte auto, je ziet dat die niet helemaal strak erop staat. Dus op het moment dat je iets op pauze zet, dan moet het kenteken volledig strak goed in beeld. Dat mag niet een centimeter verschoven zijn, want dan kan je het kenteken niet meer lezen. Standaard staat hij al op 1000ste in de camera. Dus de sluitersnelheid die staat eigenlijk al in veel gevallen goed. Zo direct komt er nog een lijstje waar je aan kan zien hoe snel je hem ongeveer moet hebben voor een bepaalde snelheid te bereiken. Nou, dit is ook een hele leuk filmpje. Je kan aan de linkerkant zien, dit is een camera die staat op 1/25. En als je die op pauze zet op een moment dat je dus die video aan het bekijken bent, dan zie je dat het gewoon op dat moment niet helemaal scherp is. Je kan een beetje vergelijken als met een foto te stellen en je wil in de avond een foto maken. Dan zeg je, nou, ik zet mijn sluitertijd even wat langer. Helemaal prima, klik, de foto wordt gemaakt. Even wat licht naar binnen laten. En op het moment dat die dus klaar is, nou, heb je een hartstikke mooie foto. Op het moment dat je dezelfde sluitertijd gebruikt in de avond als die je overdag gebruikte, dan zie je niks meer, want dan heb je veel te weinig licht binnen. Ja. Dus dit is zeg maar om te zorgen dat je strakke plaatjes krijgt in de avond. Die sluitersnelheid die moet gewoon heel erg hoog zijn. Ja. Nou, en hoe hoog moet je die nou zetten? Voor ongeveer een 100 km per uur zet je hem op 1000ste. Dus in veel gevallen staat hij al heel goed. Je zou hem dus iets lager kunnen zetten op 1/500ste. Maar dan is het dus wel dat je ervan uitgaat dat er bijvoorbeeld het rijden is naar een slagboominstallatie. Kijk, dan zou je dat kunnen toepassen. Maar waarom niet op 1000ste zetten? Is een prima waarde. Ja. Zelfs als je hem op 1000ste zet, heb je overdag nog gewoon kleurenbeeld. Ah, absoluut. Absoluut. Goed, hieronder de instellingen van de camera. Dus we zijn nu op dit moment ingelogd in de camera. En we zien bovenaan twee lijnen en een blauwe lijn en een vak. Ja, eerst zal ik deze anders even uitleggen. Dus we zitten hier inderdaad ingelogd in de camera. En dan voor een ANPR-camera is een extra minuutje bijgekomen wat je onder één ziet. Dat is road traffic. En daar stel je dus eigenlijk de regel in voor die kentekenpaadherkenning. Dus wat je daar kan doen, wat je daar krijgt, is, je ziet daar dus die twee gele lijnen. Die gele lijnen die representeren de rijbaan. Ja, dus we hebben de linker lijn, dat is de left border. En de rechter lijn is dus gewoon de andere lijn. Ja. Maar daar geef je dus eigenlijk mee aan van, ja, wat is hoe zit die weg in elkaar? En doordat je dat kan aangeven, kan je dus ook aangeven wat dus de rijrichting is. Ja, dus die camera weet van, hey, dit is dus de linkerkant. Ik rij dus er naartoe of ik rij er vanaf. Ja. Dus die lijnen die zet je op de weg. Maar uiteraard niet strak op de weg. Want het kan natuurlijk ook zo zijn dat de kentekenplaat misschien naast de weg komt. Hè, omdat die hoger is in beeld. Hè, want we kijken natuurlijk in 2D. Dus je zet hem op de locatie zeg maar, waar je dus in beeld dus, de kentekenplaat zou kunnen gaan verwachten. En waar je dan die blauwe lijn is nieuw voor de mensen die nog niet met de vierlijn hebben gewerkt. Of dus daar. De oude camera. Die blauwe lijn, dat is de triggerlijn. Dus dat geeft aan in beeld wanneer de kentekenplaat weggestuurd moet gaan worden. Dus als wij bijvoorbeeld hier in dit plaatje van onder naar boven gaan rijden, dan beginnen we eigenlijk onderaan beginnen we al met analyseren. Dan heeft die camera waarschijnlijk al dat kentekenplaatje al in zijn geheugen zitten. Ja. Maar zodra die over die blauwe lijn heen gaat, dan pas wordt die doorgestuurd naar eventueel een recorder of een software of een outputje trigger in ieder geval. Ja. En daarnaast nog die rode box die je daar ziet. Die rode box representeert ongeveer de grootte van de auto zoals je hem zou kunnen verwachten daar in beeld. Ja, dus is die box te groot,
zou dus eigenlijk kunnen betekenen dat je eigenlijk iets moet gaan uitzoomen. Of is die box dus te klein? Dan zou je dus eigenlijk iets moeten gaan inzoomen in je camera. Dus dat is een beetje het idee wat, wat daarbij zit, over de lijnen althans. En dan nog heel even twee belangrijke punten aan de onderzijde. Dus wat je ziet bij 3. Daar zitten twee belangrijke dingen in. Eentje is dus die, die select mode. Bij die select mode, daar heb je dus entrance en exit, city street en alarm input. Nou, entrance exit, zoals het wat zegt, daar verwachten we eigenlijk dat een auto naar een, bijvoorbeeld een slagboom gaat rijden, daar stil gaat staan. En ja, daar wordt het algoritme eigenlijk op aangepast. Bij city street verwacht je dus eigenlijk dus dat er auto's heen en weer gaan rijden. Dus doorgaand verkeer, openbare weg misschien of iets dergelijks. Dus daar wordt het algoritme dan iets op aangepast. Bij alarm input, daar wacht hij met analyseren totdat de alarm input van die camera geactiveerd is om dus die, die herkenning te doen. En dat zou je bijvoorbeeld weer perfect kunnen gebruiken bij een slagboom. Lus in het wegdek. Ja, inderdaad, met lus in het wegdek, met een magneetlus die aan de onderkant zit. Om te kijken, hey, staat er een auto? Ja, er staat een auto. Dan ga ik kentekenplaat lezen. Dan die onderste daar nog is de detection mode. En dat is een nieuwe functie die dus met die 7 serie erbij komt. We hebben dus die objectclassificatie. Die camera kan een voertuig detecteren. Maar je kan natuurlijk niet altijd een voertuig detecteren. Soms zit je in een situatie waarbij je geen omgevingsverlichting hebt. Je zit in het donker. Als het donker is, kan die camera niet zien dat daar een auto staat. Dan zie je alleen maar een kentekenplaat. Daarmee kunnen we dus aangeven dat als we die license plate en vehicle hebben, dan doet die kentekenplaten kijken en voertuigenanalyse doen. Mm-hmm. Maar er zit geen prioriteit eraan. Dus het is niet zo dat die eerst een voertuig moet zien, daarna pas een kentekenplaat. Mm-hmm. Het is gewoon, het maakt niet uit. Hij ziet een kentekenplaat, oké, ga ik lezen. Ik zie een auto, oké, ga kijken of er een kentekenplaat op zit. De vehicle priority houdt in, er moet eerst een voertuig in de auto in het beeld staan. En daarna pas begint hij met een kentekenplaat te lezen. Dus dat geeft je een extra stap veiligheid van, je kan niet de kentekenplaat voor de camera houden. Ja. Om dus de slagboom open te laten gaan. Er moet echt eerst een voertuig moeten staan. En het leuke natuurlijk ook is met dat hele objectclassificatie wat je erbij hebt. Is rijdt er dus een auto zonder kentekenplaat, kan je daar dus ook iets mee doen. Dan is de kentekenplaat afgedekt. Doordat je dus wel die vehicle analyse erin hebt zitten. Kan je daar dus ook meldingen uit terughalen. Ja, dus dat is eigenlijk wel een ding om te onthouden, dat als je hem op vehicle priority zet, dat je dan in ieder geval ook genoeg licht moet hebben, zodat die camera ook in de avond nog wel ziet dat er een voertuig staat. Ja. Absoluut. Nog één, ik zie een vraagje binnenkomen, dus die behandelen we meteen heel even live. Kunnen we met één camera twee rijrichtingen detecteren? Ja, in principe kan dat. Je ziet daar helemaal bovenaan zie je één zie je daarbij staan bij de lane. Die kan je veranderen naar 2 bijvoorbeeld. En dan kan je dus 2 rijbanen. Dan krijg je een geel lijntje er extra bij. Ja. Ik zou je dat adviseren eigenlijk op het moment dat je bijvoorbeeld 2 opritten zou hebben. Of 2 ingangen zou hebben. Of 2 pompstations zou hebben. Daarmee zeggende eigenlijk dat een auto moet stilstaan om die analyse te doen. Je moet er eigenlijk van uitgaan dat hoe meer banen jij gaat creëren, hoe lastig het wordt voor een nauwkeurige analyse. Dus ga je 4 banen doen op de snelweg met 100 km per uur. Dat is niet wat we aanraden. Maar 4 banen op een pompstation, dat zou eventueel wel kunnen. Ik ben nog een beetje ouderwets. Ik zeg altijd liever 1 camera, 1 rijbaan. We hebben ook trefficcamera's. Daarmee kunnen we dat wel doen. Hè. Dan kunnen we dus boven snelwegen wel met 1 camera, meerdere rijbanen. Het is een iets ander type camera. Wordt ook in oplossingen gebruikt. Niet zozeer voor langs de kant van een B-weg bijvoorbeeld. Maar meer inderdaad voor snelwegen en voor, we hebben het. Maar met deze LPR-camera, deze die zit, de adviesprijs zit nog zelfs onder de 1000 euro. Dus, ja, daarom. Nee, bij deze camera het advies. Natuurlijk als het voor langzame snelheden, we kunnen nou niet gelijktijdig zoveel kentekens doorsturen dat je daar met 2 rijbanen en heel veel kentekens tegelijkertijd. Ik denk niet dat het goed gaat. Advies, als het gewoon voor langzame snelheden zijn, dan kan je het toepassen. 2 lane erin zetten. En anders gewoon gebruik maken als we met 80 km per uur komen aanrijden. Pak gewoon 1 lane, 1 kentekencamera. Weet je zeker dat het goed gaat? Ja, ik denk dat het een goed antwoord is. Oké.
de volgende slide meer over dat smart display. Want dat zit nu in de webbrowser. Zeg ik dat goed? Ja, zeker. Ja, dus wat je hier ziet is wat we ook in de vierlijn al hadden. Alleen zit hier op een andere locatie. Dus ik wil het heel even bij aangeven voor mensen die dus de vierlijn ervaring hebben. We hebben dus een specifiek extra menuutje gemaakt in de browser, in het menu. Dat noemen wij de smart display. Ja, daar kan je dus de laatste kentekenplaten zien. De laatste kentekenplaten zien, die dus gedetecteerd zijn. En dat is voor op het moment dat je natuurlijk op locatie bent, bent aan het installeren, bent aan het afregelen. Het is geen plug-and-play product, het is niet iets ophangen en het werkt. Je moet daar toch wel een beetje in kunnen fine-tunen. Ja. Nou, dan zie je dus hier heel mooi, zie je van, nou, wat ziet die camera? Detecteert hij het ook goed? Dus hou ook goed in de gaten. Wel, lees dit kentekenplaatje gewoon zo nauwkeurig mogelijk. Dus puur een afstel. Hulpmiddel. Dit is niet bedoeld voor de eindgebruiker om te zien, om te raadplegen welke kentekenplaten er voorbij zijn gekomen. Dit is echt puur meer bedoeld voor de installateur. Tijdens het afstellen. Okay. Misschien een kleine teaser rechtsbovenaan. Je kan al zien dat daar dus meer gedetecteerd wordt dan alleen maar het kenteken. Ook daar staan dus die criteria hoe die het voertuig heeft gelezen. Maar daar komen we zo direct nog verder op terug. Dat is een goede inderdaad. Goed, we gaan het nu hebben dan over ABR dan in combinatie met een recorder. Wij gebruiken daar altijd de I-serie recorders voor. Daar hebben we dat in de 76, de 77, de 96, als er maar een NI recorder is. Daar moet je even goed op letten. Ja. Want die kunnen namelijk de ABR doen. Dus de K-serie niet gebruiken. Gewoon de I-serie van onze recorders gebruiken. Ja. Daarmee werken we met kentekenen key. Precies. Goed, in de NVR, daar kan je ook zien dat je ook die lijnen kan maken. Maar het is alleen ietsje minder uitgebreid dan in de camera. Dus we adviseren dan ook, doe dat wel gewoon in de camera instellen. En niet in de recorder. Voor misschien even snel kenteken herkennen. Oké, trek twee lijnen en het gaat ook wel werken. Maar voor wat uitgebreidere instellingen, ga gewoon naar die camera toe en doe het daar. Ja. Wat je hier wel ziet is het uploaden van de lijst. Dus van de whitelist, de allow-lijst en de bloklijst. De lijstjes met kentekens, die kan je vanaf de NVR kan je al uploaden naar de camera toe. Als je echt daar wil beslissen. Ja. Of dat die camera zeg maar bijvoorbeeld de poort gaat opensturen. Ja. Het is wel een belangrijk ding denk ik om hier te realiseren dat dat per camera geldt. Dus je hebt één NVR bijvoorbeeld met 4 ampère camera's. Je wil daar dus met bloklijsten werken of met toegangslijsten werken. Dan moet je dat dus voor elke camera afzonderlijk via de NVR moet je dat gaan doen. Dus het is niet één lijst direct verspreid, maar per camera alleen. Als je dat wilt, dan zouden we eigenlijk Xcentral zouden daarvoor aanraden. Ja, in de recorder zelf, zonder licenties, je kan gewoon een ABR-camera aansluiten, werken. Ja, oké. Okay. Ja, dit is een demo-video over hoe kunnen we eventueel terugzoeken via, of tenminste op ABR events, dus kentekenplaat events, via die browser. Dus wat we hier zien is, wel in het menu van de browser, klikken we op Picture. Op het moment dat je op Picture klikt, kan je links kan je dan de camera selecteren. Dan selecteer je voertuigdetectie. Je selecteert eventueel het land wat je wil detecteren. Dus we kunnen ook zeggen van nou, alleen maar de Nederlandse kentekens bijvoorbeeld. En dan het kenteken of een gedeelte van het kenteken of niks. En dan krijg je gewoon alle kentekens. Nou, dan zie je hier dus mooi het fotootje erbij van de gebeurtenis dat daar dus op teruggekeken wordt. Ik denk een makkelijke, snelle manier voor mensen die niet veel eisend zijn, maar wel willen terug kunnen kijken van ja, wanneer is er nou een bepaalde auto voorbij gekomen. Ja, precies dat. Nou, dan hebben we hier nog een ander demofilmpje. Hier hebben we het eigenlijk op de recorder zelf gedaan. Daar hebben we iets meer functionaliteit, want dan hebben we daar ook meteen het bewegen plaatje hebben we daarbij. Maar je gaat eigenlijk naar het file management menuetje, zoals we dat noemen. Dan ga je naar Smart Search. Je gaat naar voertuigdetectie en dan kan je daar dus aangeven, nou, ik wil op een kentekenplaat zoeken, een gedeeltelijk kentekenplaatje van een bepaalde tijdsperiode. Dus dat kan van een dag zijn, ik heb het hier van 3 dagen gedaan. Je ziet eigenlijk hoe snel dat gaat. Je klikt op een plaatje, je krijgt meteen een beeld meteen ook bij. En je kan ook vanaf hier direct exporteren. En dit is voor de eindgebruiker een veel handiger en makkelijker manier als dat je dat via de browser zou doen. Ja, absoluut. Oké. Okay. Even kijken. Ja,
Nou, dan hebben we deze, dan hebben we er nog bij. Ik zag daar net ook een vraag bij komen of dat via de app zou kunnen. Dus wat we hier hebben, we kunnen niet terugzoeken via de app, maar we kunnen wel de melding ontvangen van die ANPR-camera. Dus een ANPR-camera op de recorder aansluiten of een ANPR-camera rechtstreeks op HitConnect aansluiten. Dus we gebruiken ons cloud-platform HitConnect. En dan werken we dus met de blocklist of de allowed, wel de of de overige lijst. En daarmee kun je dus zeggen van, als er iemand dus in de blocklist komt, en die rijdt dus voorbij, dan wil ik dus een push-notificatie op mijn telefoon hebben, zodat ik dus makkelijk kan zien, real-time, wie is daar, wie is dat, welke auto is dat, of juist omgedraaid, je maakt er een VIP-lijst van, als er een bepaald... wil je werk voor een bedrijf en de directeur komt het pand oprijden? Nou, dan wil je als werknemer daar misschien van op de hoogte gesteld worden. Ik wel in ieder geval hier. Dat soort dingen zou je daar allemaal heel makkelijk mee kunnen doen. Absoluut, absoluut. Altijd goed om te weten. Ja. Ja. Wat je hier ook wel ziet, ik wil heel even dat er zit een vak, een rood vakje omheen. Dat je niet alleen maar het plaatje krijgt waarin kenteken staat, maar je kan het altijd verifiëren, omdat er namelijk als tekst komt er ook buiten staan. Dus echt het gelezen kenteken komt er ook bij. Dus je kan hem meteen verifiëren of dat hij hem goed gelezen heeft. Ja, absoluut. Goed, dan de configuratie in HikCentral. Dus mocht je het gaan gebruiken in combinatie met HikCentral, we hebben een standaard licentie. We hebben nog niet eens €90 adviesprijs staat daarvoor. En dan kan je al 12 kamers aansluiten en eventueel 8 deuren. In ieder geval heb je voor ANPR hebben we daar een aparte licentie voor. En ik geloof dat die ik meen rond de €250 zit aan adviesprijs. En per ANPR camera moet je die invoeren dan in HikCentral. Ja. HikCentral, je krijgt daar een licentiecode voor. Je kan hem zo wel gratis downloaden, maar dan moet je nog wel die licentie gaan activeren. Die staat er eigenlijk eentje verder. Ja, dus wat we hier zien is het dashboard van HikCentral, geactiveerde HikCentral-omgeving. Ik denk dat je het filmpje moet starten. Ik denk het ook. De muis. Ja, we kan niet starten. Ja, even de muis naar ja. Ja. En de licentie is wel geactiveerd, de hoofdlicentie, maar er is nog geen ANPR-licentie. Je ziet daar 0 van 7, dus ik heb een licentie voor 7 ANPR-camera's, maar ik heb er nog geen 1 op aangesloten. Ja. Dus ik ga naar de recorder toe. Een van die camera's van die recorder is een ANPR-camera. Die selecteer ik. Zo. En op dat moment geeft u dus aan voor hoeveel licenties heb ik nog over. Dus nu 1 camera, 1 licentie is dus geactiveerd. En op dit moment kan ik dus alle functionaliteiten die dus in die camera zitten, heb ik volledig tot mijn beschikking binnen HikCentral. Dus ik kan terugzoeken op kentekenplaten, wil databases aanmaken. Ja, al die geavanceerde dingen. Oké. Okay. HikCentral, voor degene die het nog niet kent, ga je erin verdiepen. We hebben ondertussen hebben het al jaren nu ondertussen draaien. We zitten nu bij versie 1.7. Veel mooier dan IWMS. Server-client-applicatie zit heel goed in elkaar. En dus niet alleen met de kentekenherkenning, maar de rest van alle functionaliteiten die erin zitten. Heel keurig met mooie icoontjes. Het is super eenvoudig om te bedienen. Goed, zien we hier nog een filmpje. Deze is onlangs gemaakt. En we zien hier eigenlijk niet een heel goed voorbeeld van de projectie. Hoe je de kenteken gaat lezen. Want hij staat zo wat haaks op de auto. Ja, wat ik hier afgelopen maand dinsdag gedaan heb. Ter voorbereiding van dit. Ik heb onze minivan heb ik even langs de kant van de weg gezet. Een paar honderd auto's voorbij laten komen. En ja, boven wonder werden de kentekenplaten toch gelezen. Ja, ik heb een hele lijst, dus ik ga terugzoeken binnen HikCentral. Van, laat me alle auto's maar zien. Maar ja, alle auto's, dus ga maar eens zoeken. Dan zie je dus hier links zie je dus een aantal parameters van, wat kan die camera nog meer? Laat mij alle witte auto's maar zien. Ja, alle witte auto's. Laat mij alle rode auto's zien. En dit is denk ik echt wel gewoon de kracht van een camera zoals dit. Dus we gaan af van, ik bedoel, kentekenplaat herkenning doen we al jaren. Dat is niks geks meer, niks bijzonders meer. Maar dit is toch wel heel even een next level ding. Dus ga terugzoeken op een bepaalde auto wat je daaruit gaat krijgen. Dus ja, vind ik wel gaaf. Ja, dat is zeker. Ja.
Zeker als je ziet hoe snel het gaat eigenlijk. Ja, indruk van de knop en alles kan bovendrijven. Ja. Dus dat is mooi. Had je nog een demo video gemaakt over terugzoeken? Dus we hebben dat gezien in de NVR nu al. Maar ook via Accenture? Ja, dus puur heel even om te laten zien dat binnen Accenture natuurlijk ook het gedeeltelijk terugzoeken daar ook in zit. Dat doe je dus vanuit hetzelfde minuutje waar je dus op kleur selecteert. En heel even wachten tot Ramon dat filmpje gestart heeft. Ja. Dus wat doen we hier? We kiezen de camera, kiezen we aan. En dan kan je dus zeggen in dat lijstje wat daar beneden zit van welke filtermogelijkheid wil je doen. Dus we doen hier op een kentekenplaat, een gedeeltelijke kentekenplaat. Ja, en dan kan je dus daar ook alle resultaten uithalen. Ja, dus wat ga je in de praktijk krijgen? Je gaat in de praktijk krijgen dat iemand een rode auto heeft gezien met een T in het beeld. Wel, die heeft niet de hele kentekenplaat gezien. Ja, voer het in. En je krijgt van een week lang krijg je alles wat rood is met een T in beeld. Ja, ja, super. Ja. En het scheelt natuurlijk een hoop in terugzoekwerk. Ja. Het is er uiteindelijk om iedereen het leven makkelijk te maken, denk ik. Ja, zeker. En het is niet alleen maar op basis van de nummer, maar je ziet aan de linkerkant de diverse criteria die je kan kiezen. Dus het is niet alleen op basis van kleur. Ja. Maar ik zou zeggen, probeer dat een keer uit. Het is hartstikke leuk. Je kan heel snel je nieuwe criteria invoeren en kijken wat eruit rolt. En zo kan je veel sneller kentekens terugzoeken dan ooit tevoren. Ja. Dan gaan we vervolgens, dan zien we alarmregel in Accenture. En dat was een demo video, geloof ik. Dit hebben we al een paar keer laten zien in de Hicksettle webinars. Hoe maak je nou een regel aan? Ja. Dus nog heel eventjes wat in de herhaling. Dus we maken een event aan. Met als idee dus dat we daar de auto van de camera willen laten schakelen. Ja. Dus we hebben al een database in de camera in de Hicksettle zitten. Dus een centrale database waar bijvoorbeeld 100 camera's op aangesloten zitten. En dan zeggen we dus hier van, oké, die camera met die database binnen Accenture, zodra daar dus een kentekenplaat in herkend wordt, dan wil ik dat daar dus een output opgeschakeld wordt van een bepaalde camera of meerdere camera's of alle camera's of een recorder of wel iets waar een output op zit. Ja. Maakt allemaal niet uit. Dat is eigenlijk heel simpel gewoon hier te doen. En op dezelfde manier kan je dus ook bijvoorbeeld push-notificaties versturen. Dus iemand mag wel toegang hebben, maar je wil toch wel op de hoogte gesteld worden als die persoon binnenkomt. Ja, dat zijn allemaal dingen die je vanaf hier kan doen. Ja, dus eigenlijk ga je de database van de camera zelf, zoals bij die NVR, dat je alles naar de camera moet sturen. Ga je dus veranderen naar een centraal systeem, Hicksettle. Ja, ja. Daar in Hicksettle, daar worden al die kentekens ingezet. En voor de rest, de camera gaat dan alleen maar lezen. En de centrale database, die gaat je uiteindelijk vertellen, oké, welke camera's zijn er binnengekomen, waar moet ik bijvoorbeeld wat sturen. En je kan het zelfs koppelen aan onze toegangscontrole, dat je zegt, oké, als die kentekencamera een kenteken heeft gelezen, dan stuur ik automatisch de toegangscontrole lezer, zeg maar, een pulsje, zodat bijvoorbeeld een slagboom open gaat of een hek of whatever. Oké, dus het is een centraal gebracht en niet meer naar de camera aan zich. Dan zien we hier een hele mooie piek. In de, wat heb je precies gedaan, David? Gewoon 20 keer langs die camera gereden? En, wat is het? Ja, zoveel tijd heb ik niet. Maar eigenlijk dit is een voorbeeld van hoe we dus rapporten kunnen halen uit die data die gegenereerd wordt. Dus de camera is een sensor, die genereert metadata. Dit is van een week, van deze week. Wat je hier ziet, dus afgelopen dinsdag, daar sta ik dus met die minivan langs de kant van de weg. Heb ik die 500 auto's heb ik laten scannen om die kleurdemonstratie net te doen. En dat is de piek die je daarin in ziet. En daarna ben ik verhuisd naar het eigen terrein. Ja, mooi. Okay. Het is mooi dat je die rapporten eruit kan halen en ook kan exporteren dan heel makkelijk naar een Excel-bestand. Ja, dus inderdaad wat je kan doen, je kan hem naar een Excel-bestand een pdfje sturen. Je kan het automatisch of handmatig kan je doen. En hier hebben we ervoor gekozen om het op een Excel-sheet te doen. Met direct daar ook bij alle fotootjes van alle kentekenplaten die daarbij zijn gekomen. Dus wil je dat veiligstellen, dan heb je dat daar direct. Heb je daar een mogelijkheid voor in ieder geval? Ja, oké, perfect. Hartstikke mooi. Ik denk, we zijn al lichtelijk uitgelopen, zie ik. Excuses daarvoor. Maar ik hoop dat het een informatief webinar weer geweest is. Ik denk ook veel technische informatie. Hè, van hoe stellen we dingen in? Hoe zouden we dingen moeten doen? Hoe werken dingen? Waar kunnen we wat vinden? Ja. Ik denk dat dat wel hele handige info is om te hebben. Zijn er vragen gekomen in de... Ja, zeker. De meeste vragen zijn wel beantwoord kunnen zijn. Er zijn een aantal vragen over die Wiegand. Dus hoe komt die data eruit? Leverbaarheid.
ja, wil dus, dus ook de, ja, hoe komt eigenlijk, het komt erop neer, hoe komt de data uit die camera? Eruit. Ja. Nou, wij sturen het via Wigand 26-bit. Alleen als je met 26-bit wat verstuurt, kan je niet een heel kenteken sturen. Want dan heb je ongeveer 72-bit nodig. Anders kan je het niet, niet wegkrijgen. Mm-hmm. En toch doen wij het met 26-bit versturen, omdat heel veel systemen, toegangscontrolesystemen, niet 72-bit kunnen ontvangen. Mm-hmm. Dus wat we doen, is, we noemen dat de SHA-1 encryptie. Dat is een bekende encryptie. Sturen wij het kenteken via de encryptie in 26-bit door naar het toegangscontrolesysteem. Ja. Ja. En in het toegangscontrolesysteem zelf ga je het dus weer terug herhalen naar het kenteken wat het was. Ja, dus simpel gezegd, een kenteken wordt een soort van... Een bitjes en bytjes wordt het gestuurd via twee draadjes. En de derde voor de aarde. Ja, maar over twee draadjes wordt de data gestuurd naar het toegangscontrolesysteem. Alsof het een toegangscontrolelaser is. Ja. Dus dat is eigenlijk, je vervangt de kaartlaser, in dit geval voor een camera. Die kentekenplaatcamera, die zou je dus helemaal geïsoleerd kunnen ophangen. Geen netwerk, helemaal niks erop aan. Je zet alleen een spanningssetje erop. Je pakt die twee draadjes van die Wigand, drie draadjes dan. Ja. En je sluit hem aan op een toegangscontrolesysteem. En dat systeem, dat is verder leidend. Klopt, ja. Ja. Oké, cool. Nog één ding over de prijs. Een paar mensen die... In ieder geval onder de 1000 euro. Ja. We hebben nog wat verschillende. We hebben hier bijvoorbeeld met de Griekse ei erbij. Ik weet dat zonder de Griekse ei 2,8 Ja, onder de 1000 euro in ieder geval is de adviesprijs voor een kenteken. Ja, en dat is... Als er verschillende klanten van ons zijn, dus installateurs zijn, die samenwerking hebben met bijvoorbeeld de pompstation door Nederland heen of door de regio heen, die dus een eigen database hebben, of even koppelen met de RDW-database, die koppelingen bestaan er ook. Dus dat bestaat en dat kan allemaal. Er is ook een complete API is ervoor voor de camera om te verwerken in je eigen platform. Maar wij bieden niet zelf, bieden we niet een soort van zwarte lijst database bieden we aan, of koppeling in ieder geval. Misschien wel een goede om te noemen, dat er zijn diverse meldkamers en ook videomeldkamers die een koppeling hebben dus met die gestolen voertuigen. Ja. Dus die kunnen daar meteen zeg maar, een hit op krijgen wanneer er dus een gestolen voertuig aankomt. Ja. Ja, dat was het gros van de vragen, denk ik zo. Misschien wel heel leuk om te noemen. We zijn bezig met het testen van een PTZ-camera met ANPR. Onlangs dus uitgekomen. Ja. Staat ook in die core catalogus. Heel erg leuk. We kunnen dit met één bestuurbare camera. Dus zelfs zeg maar op 50 meter afstand. Gewoon de camera een beetje inzoomen. Kentekens lezen. Alleen de resultaten nog heel even afwachten, maar het is veelbelovend dat we ook daarmee in een bestuurbare camera gewoon de kentekens door kunnen sturen naar een systeem. Ja, het biedt toch weer hele nieuwe opties, nieuwe mogelijkheden. Dus dat zijn altijd leuke dingen om te vermelden, denk ik. En zeker. Als we daar meer over kunnen delen, dan gaan we dat zeker doen. Ja. Oké, dan wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de tijd, voor de komst, voor de aandacht. Jullie ook, natuurlijk, voor de uitleg. Ik hoop dat het duidelijk was. De presentatie gaat gedeeld worden, denk ik. Ja, gaat absoluut gedeeld worden, inderdaad. Ja. Ik zal die uitsturen via mail naar alle kijkers. Met een kleine nieuwsbrief of samenvatting erbij. Ja. Zijn er nog meer vragen? Je kan altijd even contact met ons opnemen, natuurlijk. Ramon is altijd klaar. Heeft toch niet zoveel te doen, geloof ik. Dus. Maar we zijn altijd klaar. We willen altijd meer informatie geven. Je kan altijd natuurlijk even terugkijken naar vorige webinars. We hebben al heel veel over HikCentral gedaan, bijvoorbeeld. Als je daar nog vragen over hebt. Dan is er genoeg informatie beschikbaar. Ja.
Dan gaan we het hierbij laten. We gaan afsluiten voor nu. Volgende week hebben we een webinar waarin we wat meer gaan vertellen over eigenlijk verschillende soorten Hikvision producten. Waar we niet zo vaak over praten. Dat is wel een leuk, leuk topic, denk ik inderdaad. Ja. Ja, dus dat we meer gaan zeggen, we hebben bijvoorbeeld die nieuwe switches met die hele gave functionaliteit. Ja. En dan hebben we die topologie. En met, nou goed, er zitten echt wel heel veel switches, monitors. Eigenlijk dingen die vaak een beetje onder de radar blijven. Die we nu dus even naar voren willen halen. Van, er zitten ook zeker bepaalde leuke functionaliteiten in de voordelen aan om daarmee te gaan werken. Ja, absoluut. Maar dat houden we voor het volgende webinar. We gaan afsluiten. Bedankt voor de komst en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Prettig weekend alvast. Oké.